Ik ben Tovenoor. Welkom bij deze speciale Kennisnet podcast. Hij is speciaal omdat we hier bij de Sint-Wilframschool in Hoogwoud zitten. Ja, we hebben de onderwijsrobot ontwikkeld om leerlingen te leren programmeren. Dus dan gaan ze begrijpen hoe de robot werkt, wat de mogelijkheden en wat de beperkingen van de robot zijn. Bij de kleuters gebruiken wij hem als een soort assistent. Dus dan gaat hij met groepjes kinderen aan de slag. Dan hebben wij wat klaargezet. Bij de andere groepen gaat hij inderdaad wat programmeren. Dan gaan ze dat leren. Deze robot die spreekt gewoon leerlingen enorm aan. Hmm. Hij heeft een bepaalde uitstraling, een hoge aaibaarheidsfactor. Dus dat is ook voor jongens en meisjes leuk. Meisjes die vinden het ook fantastisch. Ze hebben helemaal geen drempel om met deze robot aan de slag te gaan. Jongens vinden het ook fantastisch omdat het best een complexe robot is die heel veel kan. Je hebt soms leerlingen, en dan kijk ik vooral even naar de kleuters, omdat ik daar toen de tijd heel veel mee heb gedaan. Daar zie je heel veel effect, omdat sommige kinderen het nog heel moeilijk vinden om met juf zeg maar wat te gaan doen, bijvoorbeeld te leren tellen. En je hebt wel eens leerlingen die heel erg bezig zijn met techniek, vooral in deze tijd zijn heel veel kinderen heel erg gepakt door. En als je dan zo'n robot in de klas haalt, dan opeens gaan ze wel leren tellen of gaan ze opeens wel met je meedoen, want die robot staat er.